1. Joep, jongens! Jullie kunnen het! Die staat ook al niet goed. Ja, hallo. En ik moest zelf de camera aandoen, want we zijn helemaal alleen. Er is geen publiek, er is geen cameraman. Alleen twee gesloopte mannen. En ja, pak hem maar op. Nou, we waren dus afgelopen week, een midweekje als je het zo mag noemen, 5 dagen naar Mallorca. Voor Jan en Dennis in Mallorca, of Rollenpraat in Mallorca. God mag weten hoe het programma gaat heten. Ergens in september gaan we die uitzenden. En dat was een pittige reis, laten we zo zeggen. Er is af en toe nog wel eens wat gedronken. Er werd niet veel geslapen. Weinig vitamintjes. Maar goed, we moesten dus op een gegeven moment naar huis. En dan moet je dus een negatieve test krijgen. Wij naar het Spaanse lab. Met het wattenstaafje door het neusje. En hoepelepoep zit op de stoep. Allemaal negatief, helemaal blij. Terug naar Nederland gereisd. En mijn vriendinnetje kwam me ophalen. Zegt, voordat je mij kusjes geeft, even een mondkapje ophalen. Houden en thuis even een coronatestje doen. En die deed ik ook. En nu raadt u het al. Die zijn allebei positief. Ja. En toen dachten we van, nou, we kunnen de uitzending niet laten doorgaan. maar ja, goed, als je toch allebei ziek bent. Wat maakt het dan nog uit? We kunnen elkaar moeilijk besmetten als we allebei corona hebben. Ja. Maar ik zal je vertellen. Ik ben in ieder geval echt heel erg ziek. Ja. Jij hebt het vannacht al slecht gehad. Ik heb vannacht heel erg gezweet. Maar het verschil is gewoon, hè, oude mensen en mensen met een verhoogd BMI, die hebben altijd kans om erg ziek te worden. Dus wat dat betreft doet de wetenschap zijn werk. Ik had deze ook niet laten liggen, dus ik vergeef het je. En ik heb ook geen energie om boos te worden. Dus dat is lekker, man. Makkelijk. Maar we hebben het wel leuk gehad op Mallorca, Danny. Kunnen we een klein voorproefje aan onze rolpraatvrienden laten zien? Prachtig gaat in Mallorca. Kijk, weet je wat fijn is? Mensen denken dat we daarheen gaan en er één bak ordinairheid tentoon gaan spreiden. Maar zo is het niet. We hebben vrij cultureel verslag gedaan. We hebben de mooiste plekjes bekeken van het prachtige Spaanse eiland Mallorca. Ja, we zijn naar Mallorca gegaan en dan kunt u inderdaad denken van, goh, die gaan erin heel plat schreeuwen met jongeren, bla bla bla. Als dat zo was, dan was het ook terecht dat we ziek waren. Maar zo we hebben daadwerkelijk goed opgelet. Afstand gehouden, mondkapjes gebruikt. En je komt dan in zo'n klein kerkje. Ja, er zitten misschien 3 bejaarden te bidden aan de andere kant. Ja, ja, daar kan je niet voor krijgen. Dus wij vragen ons een beetje af. We vragen ons echt een beetje af hoe dit, nou dit is gekomen. Maar we hebben in ieder geval al een klein fragmentje klaarstaan. Ja, leuk. Even kijken. Is dit van dat mooie kerkje? Ja, dit is dat kerkje. Welkom terug bij een kus voor een pet bij Ome Jan, de showmaster. En hier hebben we naast staan. Linde. Wat zegt ze? Linde. Wat zegt ze? Linde. 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 Hoe oud ben je, Linde? 18. Oh, dan is er niets meer aan de handje. Linde, zou jij zo'n prachtige collectors item rollenpraat cap willen hebben? Misschien, ja. Ja, nee, natuurlijk. Nou, ik zal je even vertellen, dit is een hele kleine tegenprestatie en die staat daar. Dennis, kom er even bij. Kom er even bij. Linde, dit is Dennis, dit is Linde. Jullie moeten even een klein stukje kussen met elkaar en dan krijg jij een petje. Nou, mooi. Nu? Ja, nu. Ja. Kom maar. Nu. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Doe maar even. Doe even mee. Doe even gezegd. Nee, zoenen. Ja, kom. Hup. Zoenen. Kijk eens geld, come on, let's go. Hup, doe dat even. Ja. Hey, Dennis. Ja, het zweet breekt me weer uit. Ik weet niet of dat uit ziekte is of uit schaamte. Maar we hebben wel zo'n donkerbruin vermoeden hoe het kan dat we ziek zijn. En ik denk door mij misschien nog wel 7 anderen. Ja, zonder met een beschuldigende vinger te gaan wijzen, want daar hou ik helemaal niet van. Ik heb het van jou, dat weet ik zeker. Ja. Want je hebt godverdomme alles met 2 benen, hartslag en een vrouwelijke... vrouwgeslacht heb je gehad daar. Zowel op straat als in het hotelletje. Ik er gewoon netjes gebleven. Niemand aangeraakt. Helemaal niks gedaan. Trouw is een hond. Monogaam als een zwaan.
En alsnog krijg ik het, omdat jij niet kan gedragen. Ja. Totale losbandigheid. Maar goed, je bent jong en je wilt wat. En ja, ik ben dus oud en ik hoop dat ik het overleef. Dat is eigenlijk de verdeling tussen ons vandaag. Als jullie trouwens denken, deze uitzending is minder leuk dan de andere. Dat klopt, en dat is met reden. Want ik zit niet op halve kracht, maar op 1/8, denk ik. Ja, we hadden ook niks kunnen maken, maar we dachten, laten we het toch het beste van maken. Ja, dus blijf kijken, stuur het door, geef duimpjes en alles. Gewoon omdat je vindt dat het knap is dat we alsnog uit ons sterfhuis zijn gekomen om hier wat vuur te maken. Nou. Daar gaan we dan. Hartstikke leuk. Ik heb er zin om.